ben Mats, ik ben 11 jaar en mijn hobby's zijn giro en voetbal. Je m'appelle Clotilde et j'ai 10 ans. Je fais du solfège, de la danse, les mouvements de jeunesse et la natation. Ik ga te voet naar school, want onze school ligt heel dicht bij ons huis, dus dat is makkelijk. Je vais à l'école à pied ou en voiture. J'aime beaucoup rouler à vélo aussi. Je trouve ça génial de pouvoir avancer vite et de pas devoir dépenser de l'essence ou quoi. Et aussi, ben, on est en pleine nature, du coup on prend l'air en même temps. Je mets mon casque chaque fois que je roule à vélo et mon gilet fluo aussi. Mijn mama en mijn papa hebben me het meest geleerd over het verkeer. We moesten altijd onze gordel aandoen en zo. We moesten altijd zo niet te veel lawaai maken dat de bestuurder zich kon concentreren. En te voet moest ik altijd zo naar links en rechts kijken eerst, voordat ik mocht oversteken en zo. Quand je roule à vélo, eh bien, et que je veux tourner à droite ou à gauche, je regarde d'abord derrière moi pour chercher le regard du conducteur. Puis je mets mon bras à droite ou à gauche, c'est selon où je veux tourner. Et puis je re-regarde une deuxième fois pour voir si le conducteur a bien vu mon geste. Ja, ik zat ooit eens in de auto met iemand die ik kende. En ja, ik vond het eigenlijk niet oké dat hij de hele tijd op zijn gsm bezig was. Ik weet veel mensen doen dat, maar dat is niet oké. Je moet altijd opletten op de weg. Je constate qu'il y a des gens qui roulent beaucoup trop vite dans la circulation et qui devraient ralentir leur vitesse. Als ik volgende week naar school ga, wil ik dat de mensen in de auto rustiger rijden voor de fietsers en voetgangers. Want als ze dan veel te snel rijden, dan brengen zij de fietsers en de voetgangers meer in gevaar. Dus ik wil dat ze gewoon rustig rijden op een normaal tempo. Niet zo echt racy doen.